hebben we nestkastjes hier bij FNPC mogen in elkaar timmeren met een aantal leden die zich daarvoor opgegeven hebben. En ja, vandaag is het moment om daar een verdere start mee te gaan maken. En ja, daarnaast willen we ook ja, heel zijn we blij met dat onze wethouder Van Rees aanwezig is. En ja, hem hebben we gevraagd om zometeen een nestkastje te gaan ophangen. Nou, nummer 1. Er zijn wat bankjes in de buurt gekomen. We hebben een ooievaarsnest gedaan die mogelijk in de toekomst wordt gerenoveerd. En zo zijn we eigenlijk toch wel bezig met ontwikkeling voor allerlei dingetjes. Zijn er al plannen voor de toekomst? Nou, we hebben toch wel in coronatijd heel veel voelsprietjes uitgelegd. Zodat we met bijvoorbeeld waterschap, de Groene Lopen, provincie Overijssel, gemeente Almelo, toch ja, gesprekjes hebben gevoerd. En zodat we aanknopingspunten hebben om dingetjes te doen, zeg maar. Ja, een goede buur is beter als een verre vriend. En ja, zo proberen we het toch wel met elkaar te doen, is mijn opvatting. De buurtschap van de Westelijke Groene Loon, die hebben vandaag Burendag. En die hebben dat gekoppeld aan het uitdelen van de nestkastjes die ze vorig jaar gemaakt hebben. En daar heb ik de eerste van mogen ophangen nou. Ja. En het feit dat Almelo zo'n mooie Westelijke Groene Loon heeft, tot diep in de stad, is heel bijzonder. En ik hoop dat we dat te volle kunnen gaan benutten. Nou, we hebben een subsidie gekregen van 75.000 euro van de provincie om onze natuurplannen verder uit te werken. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. Natuur voor elkaar, hè? Natuur voor elkaar, ja. Daar is vorige week een bijeenkomst over geweest in het Natuurhuis, in het Hagenpark. En wij zijn nou bezig om die plannen uit te werken. En wij willen op meer plekken in de stad groen. We willen meer bomen. En ja, om zo ook zeg maar die klimaatadaptie beter te maken. Dat mensen schaduw hebben als het heel erg warm is. Maar ook vooral, ja, groen is de kleur van de ontspanning.